Ja, wat ik denk bij minimal music, dat ontstaat. Je hebt een luisteraar nodig om het te laten ontstaan. Veel dingen gebeuren in je hoofd of in de zaal. En dan komt het pas bij de luisteraar komt het echt binnen. Juist die dingen die boven die muziek, boven die noten, daar ontstaat de muziek. En daar heb je dus de luisteraar voor nodig. En ik denk dat we in het randprogramma komt dat wel terug. Ik denk dat heel veel muzikanten, muzici nu op die manier muziek maken. Dat ze juist meer, maar datgene wat de muziek zelf lijkt te overstijgen, dat dat de muziek weer maakt. Zo, een beetje vaag misschien, maar het gaat erom dat sound is gewoon heel belangrijk. En dat hoor je wel in een aantal programma's terug in het randprogramma ook, denk ik. Als je zegt sound is heel belangrijk, daar kun je je zeker bij popmuziek veel meer voorstellen, waar de productie van een cd bepalend is voor het succes in veel gevallen ook. Maar eigenlijk heb je dat toch altijd al bij, ook bij de gecomponeerde muziek, dat de instrumentatie, de klank die gezocht wordt, heel belangrijk is voor het resultaat. Of wat maakt het dan anders? Ja, absoluut. Ik wil ook niet zeggen dat het alleen het domein van de minimal music is, of minimal music gerelateerde muziek. Maar het is wel echt tot een onderwerp gemaakt, denk ik. Echt dat de esthetiek is ook, dat het daarin zit. En dat is misschien wel onderscheidend geweest. Veel onderdelen uit de randprogrammering komen helemaal niet uit de hoek, zo op het oog althans, van de traditionele klassieke, een halve eeuw geleden gestarte minimal music van Steve Reich en Philip Glass enzovoort. Maar hebben veel meer te maken kennelijk met de elektronische muziek of met de dance. Ja. Hoe heb je die keus gemaakt? Dan kan je wat voorbeelden geven. Ja, ik zei het gisteren volgens mij ook al, hoe wij het festival zien, en dat is denk ik, dat is echt belangrijk dat je, dat het is een soort tag cloud. Als je in een zoekmachine iets opzoekt en als je dan, en dan die kern, dat is die minimal music uit de jaren 60. En dat is gerelateerd met allerlei, als een soort spinnen dingen, aan allerlei andere genres. En dat kan dus een luisterhouding zijn, of het kan echt gewoon bijna conceptueel zijn, of historisch gerelateerd. En ik denk dus dat daar die hele randprogrammering om gaat, om die verwijzingen te laten zien. En dat dan sommige dingen, bijvoorbeeld zaterdag is Heatsick, dat is een jongen die alleen op een Casio speelt. Op zich is dat super minimal. Terry Riley deed het ook, die speelde op een orgel en improviseerde daarmee. En dat doet hij ook. Maar in klank zit het er ook in, maar ook dat concept van alleen met een Casio en daarin een hele dansvloer in beweging krijgen. Ja, dat vind ik heel goed passen in een Minimal Music Festival in 2013. Mm-hmm. Want het willen geen historisch festival zijn. Het gaat erom om in het hier en nu te zijn en ook een blik op de toekomst te werpen. Ja. Met andere woorden, eigenlijk wat het festival biedt is een staalkaart van wat Minimal Music, als dat al een bruikbare term is natuurlijk, nu zo al te bieden heeft in de breedste zin des woords. Ja. Zit daar in die Minimal Anno nu ook diezelfde invloed van niet-westerse muziek die 40, 50 jaar geleden zo revolutionair klonk? Ik denk het wel. Ik denk mensen die nu muziek maken, die horen zo verschrikkelijk veel muziek. En zeg maar, in landsgrensen, dat speelt geen rol meer. Rijmert de Leeuw, die sprak gisteren ook bij die inleiding en die had het over toen zij voor het eerst de Amerikaanse muziek hoorden. Ja, mijn oren stonden te klapperen. Zeg maar, Dat is ondenkbaar nu, dat je iets voor het eerst hoort van een andere continent. Natuurlijk is het denkbaar dat je iets voor het eerst hoort, maar dat heeft niet met dat het voor het eerst hierheen komt te maken. Dat heeft te maken of het op je pad komt of niet. Dus het is een heel groot verschil met wat het toen was en wat het nu is. En ik denk, en die invloeden, die willen we ook wel laten horen. Ja, ja. Met al die verschillen in soorten muziek, genres, stijlen, sferen enzovoorts, hangt onmiddellijk ook samen een verschil in, waarneembaar verschil zelfs, in soorten publiek. Ja. Zonder te willen generaliseren of zonder op vooroordelen te willen drijven. Maar ja, er komt een ander publiek af op dance-gerelateerde minimal beats, zal ik maar zeggen, dan op het Kronos Quartet met Reich. Ja. Dat is een bewuste keuze. En hoe proberen jullie die groepen bij elkaar te vegen? Ja, dat is absoluut een bewuste keuze. Het gaat erom, het gaat ook om die genres en die bruggen te slechten en mensen kennis te laten maken met verschillende werelden. Kijk, Kronos Quartet is hartstikke goed, interessant. En ik geloof ook een jongere generatie kan dat ook waarderen, omdat het kwaliteit heeft. En hetzelfde geldt voor dingen waar misschien meer jongeren op afkomen. Als
het gaat ook weer om, het moet op je pad komen. En sommige, als je op een bepaalde leeftijd opgroeit in een bepaalde cultuur, dan zit je daarin. Mm-hmm. En voor mensen van een iets oudere leeftijd geldt dat ook. En dan is het heel leuk als die werelden elkaar kunnen ontmoeten. En ik merk ook dat tijdens het festival dat gebeurt en dat dat heel liefdevol gaat. En mensen heel open staan voor de ander, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En voor elkaars muzikanten. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. De eerste avond van het festival was er een vijftal remixes te horen van fragmentjes uit de Canto Ostinato van Ten Holt. Ja. Nou is de Canto Ostinato veruit het populairste Nederlandse minimal werk. En de jongens die de remixes hadden gemaakt waren alle vijf jongens, geloof ik. Ja. Alle vijf heel jong nog. Ja, 19, 20 jaar. Ja, zo, ja. Ja, precies. Ja. En volstrekt niet opgegroeid natuurlijk met dat soort klassieke muziek. Dat is een vorm van het in contact brengen van een volgende generatie met een soort van erfgoed, zeg maar. Zijn er meer voorbeelden hoe jullie dat in het festival proberen te realiseren? Ja, ik denk niet dat we dat echt heel bewust doen hoor, qua willen opvoeden of zo. Maar gewoon het aanbieden en dingen naast elkaar brengen en mensen uitnodigen. We werken met heel veel organisaties die veel in Amsterdam doen en die veelal een iets jongere achterban hebben. Om die ook uit te nodigen en hun visie op minimal music te laten tonen. En daar trek je dus dat publiek mee en die komen dan ook in aanraking met het andere. En ook omdat die muzici die er spelen en alle artiesten die er spelen, die verhouden zich op een bepaalde manier tot ook de klassieke minimal, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja. Nee, ik denk niet dat we bewust mensen iets willen geven of zo. Of dat het een meer waard is dan het ander of zo. Nee. Maar zou je kunnen voorstellen van het festival, als het door blijft groeien, het is heel succesvol, ook wat publieksbereik betreft, dat het festival op een zeker moment ook gaat zeggen van we gaan compositieopdrachten geven of uitvoeringsopdrachten of dat soort dingen. Zou dat erin kunnen zitten? Absoluut, ja. Ja, daar zijn we over aan denken, ja. Het is een tweejaarlijks festival, dus we hebben nog even, maar... Dan ga je natuurlijk ook echt een beetje meesturen met de ontwikkeling. Dat is natuurlijk wel heel spannend. Ja. Shane, jij behoort zelf tot, laten we maar zeggen, de jongere generatie. Ja, dat zeggen ze nog, ja. Hoe ben jij programmeur geworden hier in het toch wel heel erg statusrijke, prestigieuze muziekgebouw in het IJ? Nou, ik heb muziekwetenschap gestudeerd en toen werkte ik hier altijd al bij de garderobe. Als studentenbijbaan en heel veel muziek geluisterd. En later ben ik ook nog muziekprogrammering gaan studeren. Het is echt de richting die ik leuk vind om te doen. En zo langzaamaan kleine dingetjes. En nog steeds hoor. Ik bedoel, ik ben niet de hoofdprogrammeur, ook niet van het festival. Dat is Arnold Marinissen en Maart van Boven is nu de directeur. Mm-hmm. En met hun werken heel fijn samen. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld eerder kleine zalen geprogrammeerd of je eigen festivalletjes bedacht of dergelijke? Ja, ik heb wel altijd dingetjes gedaan. En we hebben nu ook een serie, ook hier in de kleine zaal. Mm-hmm. The Rest is Noise heet dat, waar we een soort avant-garde popmuziek brengen. Een soort echt de voorhoede van de nieuwe ontwikkelingen. Ja, ik zeg popmuziek, maar het kan ook elektronische muziek zijn of gecomponeerde. Mm-hmm. Zo probeer ik eigenlijk niet te denken in die hokjes. Maar en verschillende dingen. Ik heb veel met Far Radio samengewerkt. Elektronisch muzieknetwerk. Ook vroeger wat jazzconcerten georganiseerd en zo, ja. Shane, dankjewel. Heel veel plezier en succes met het festival.